Jee, daar zijn we. Ja. Einde van de week live op je beeldscherm. Terwijl ik hier nog even snel de muis probeer in te prikken. Want de muis zat aan deze kant erin geprikt. En ik ben rechts. Dat vind ik, dat kan niet. Dat kan niet. Dat mag niet. Nee? Nee, dat is illegaal. Vraag maar Donnie. Dan implodeert het universum. Nou, als jij het zegt, dan neem ik dat aan. Is goed. Hoeft hij nog een introductie? Ik denk het niet. Maar hij zit hier naast me. De enige echte retro Donnie. Ja. Jongen. De Don, Donnie K. Wat is je Twitch? Is het nog steeds Donnie K? Donnie_K, inderdaad. Donnie K. Sick. Ja, de Don. Precies, de Don. Ik zie inderdaad van alles voorbij komen, inderdaad. Hier, oude beer. Oude beer, inderdaad. Staat er ook vet. Wow, Luc Hermans herkent gewoon mijn trui. Het komt bijna nooit voor gewoon, dat mensen gewoon weten wie dit zijn. De Bonanza Brothers. Ik ken het ook niet, hoor. De Bonanza Brothers, inderdaad. Wat zijn de Bonanza Brothers? De Bonanza Brothers zijn twee robotachtige creatures zijn criminelen. Je moet banken, hotels, casino's, alles moet je leegroven. En het is een retro game. Ja, sicker retro game. Volgens mij, hier hebben we de beelden. Hoppa, precies, daar is hij al, hoor. Yeah. Winners don't use drugs. Dan weet je dat ervan. Ja. Wauw. Gefeliciteerd, kijk, daar heb je ze. Hoppa. Sick design. Ja. Volgens mij herkende Joey het wel net. Oh, zulke trui, zei hij volgens mij. Nee, ik denk dat Joey gewoon houdt van gekke truitjes. Dat kan ook. Dat is wel zijn kleur. Zo'n blauwe trui is wel echt zijn kleur. Ik kan me niet voorstellen dat Joey de Bonanza Brothers kent. Maar hey, misschien zit ik er helemaal naast. Ik weet dat ik als kind heel erg onder de indruk was van... alleen al van de cover. Want dat was... kijk, zoals je ziet, het is een beetje een stijltje. Het moet een beetje Bad doen alsof het 3D gerenderd is en zo. Van die typische pre-rendered country. Sorry, het zijn gewoon fucking bootleg Bert en Ernie. Ja, bijna wel. Hè? Kijk, want die kleine ronde bolle kop, die is oranje. Die biegt. Ja, en die gele, die lange zagrijn, dat is gewoon fucking Ik heb een langwerpig hoofd. Gewoon je bek houden en alles stelen. Ernie. Maar wacht even, dit is ook multiplayer? Ja, ik kan hem met z'n tweeën spelen inderdaad, ja. We zien hem hier trouwens een hele hoge resolutie. Ja. Dit hoort er eigenlijk gespeeld te worden op een CRT-monitor. Uiteraard. Dit is allemaal helemaal crisp. Ja. Speel jij op een CRT-monitor als je streamt? Als ik stream, niet altijd. Maar, dat hoef je niet te zeggen, dat weten mensen toch niet. Ja, als ik stream, niet altijd. Maar soms vanuit ruimteoverwegingen, dan wil ik nog wel eens de boel doorlussen naar gewoon mijn standaardscherm. Maar als ik gewoon voor mezelf speel, dan is het inderdaad, als ik op een oldschool apparaat speel, dan inderdaad CRT. Sorry, als je wat speelt? Als ik retro games speel en niet stream, dan speel ik dat. Maar toen gooi je er een term in die ik niet verstond. Oh, dat zou kunnen. Ik weet niet meer welke term dat was. Ik zie Arcazinho ook zeggen, onze Donnie. Kijk, je bent nog steeds van hun, dat snap je. Loopt tegenwoordig ook te shine in de Tweakers podcast. Ja, sterker nog, je werkt bij Tweakers, toch? Dat klopt inderdaad. Ja, dat is... Wat doe je er ook weer allemaal? Gaan we het zo over hebben. Eerst de huishoudelijke mededeling. Want ook deze editie van de einde van de week live wordt zoals altijd mogelijk gemaakt door onze grote vrienden bij MSI. Je ziet hem hier voor me staan. We hadden het net al over. Dit is de eerste keer dat ik hem aan heb gezet. Het is huge, maar hier staat de Titan G77 van MSI. Een beest van een laptop met een Intel-core i9-12900HX processor en een RTX 3080 Ti. Aan boord kun je zien wat voor alternatief dit is voor de desktop PC. Mocht je meer info willen hebben over dit monster of willen weten waar je hem kan kopen, dan hebben we zoals altijd een link in de tekst bij de video geplaatst. En drop die hier ook af en toe om het kwartier ongeveer in de chat. Dus klik daarop, klik. En Smash Rocket of onze redactie? Ik hoop dat onze redactie dat doet. Dat hebben we niet gevraagd. Dus dat is heel moeilijk om dat nu nog erin te doen, denk ik. Maar misschien lukt het, Nathan. Maar elke week doet Smash het. Smash, je hebt er voldoende voor je stage. Zeker. Een stickertje en een krul. En inderdaad, de ledjes staan aan. Op de muis en op de laptop. Ja, nou, het is echt een beuker van een laptop. Nou, echt niet normaal. Hij is echt super zwaar ook, moet ik wel zeggen. Je merkt wel echt, dit is niet even een portable dingetje wat je meeneemt. Dit is gewoon je fucking workstation die je dan bij je meedraagt. Ja. Niet in één hand vasthouden. Nou, het type wel echt lekker. Zit zelfs ook een numpad zit erop. MX Cherry switches. Maar ik zat net heel even met Donnie te kijken naar dit scherm. Dit scherm is een 4K scherm. En ik deed net 100% scaling. Ik zal het eens laten zien hoe dat eruit ziet. Want hij stond op 250%. Ik ga er heel vanuit dat jij gisteren gebruik van heeft gemaakt. Dat waren zulke letters. Maar als ik hem op 100% zet. En dan mag je wel heel even schakelen naar de desktop, hoor. Oh, sorry. Hi Siri. Zit altijd mee. Siri doet ook mee. Die ja.
Is het te zien voor de kijkers? Zien jullie... ik denk het wel, channel? Inmiddels. Ik hoop het, want als ik nu op 100% klik, dan zie je het verschil. Die shit is zo fucking klein, dude. Ja. Ik kan het bijna niet eens lezen. Nee, dit is wel, dit is dus een 4K scherm dan, dat moet wel. Ja, dit is een 4K 120 hertz scherm is dit. Oh echt? In de laptop? Nou, hij stond zo op recommended 250. Is dit recommended? Ja. Ja, dit is JJ grootte inderdaad. Maar het ding is hiermee van... Dit defeats the entire fucking purpose om een 4K scherm te hebben. Ja. Want weet je, vroeger was het gewoon niet anders. Had je een 1080p scherm op je laptop of nog minder op bepaalde momenten. Maar vroeger toen ik op school zat, was het 1080p denk ik het hoogste wat je had. En daar had ik al het probleem. Het is niet genoeg fucking werkruimte. Weet je wel, alles voelt super, super cramped. Had je dat toen al? Ja man. Echt, ik vond het zo, hoe heet het? Dat was 1366 bij 768 was het. Ja, oké, okay. dat is klein. Dat was helemaal niet te doen, maar ik vind 1080p vind ik nog steeds niet te doen. Oh, ik mocht blij zijn met 1024 bij 768. Ja, mooi. Dat was mooi. En, maar, 800 keer 600, baby. Woe, dat was hoog. Ik zet hem hier op 150%. Daar kan ik mijn leven. Kijk, genoeg werkruimte. En geniet je ook nog een beetje van je 4K. Nu mag je vragen hoe het met Donnie is. Hoe is het met jou, Donnie? Met mij gaat het goed. Ja? Ja. Top. Ja, wat, lekker, ja. Inderdaad, we hadden het net al over. Je werkt bij Tweakers. Wat doe je daar ook weer precies? We hebben volgens mij al een keer in een item gehad. Maar... Klopt. De vorige keer dat ik hier had, hebben we het er ook over gehad. Maar ik vind het helemaal niet erg om het daar nog een keertje over te hebben. Ik doe daar alles wat met mobile te maken heeft. Dus alles wat met smartphones te maken heeft. Smartphones, tablets en... andere draagbare en echte apparaten. Coverage daarvan, toch? Gewoon als een volwaardige mediajournalist. Ja, precies. En echt uitgebreid testen en uitgebreid reviewen. Ja. En dan echt tot in met speciale meters op het scherm kijken naar de maximale helderheid en of de kleurechtheid klopt. En die shit die, ik wou net zeggen, die shit die Koos altijd soort van elke dag op YouTube zitten kijken via de andere kanalen inderdaad. We zijn toch nerds? Precies. Het plaat voor jezelf. Ja, verder af. Ik ben een onwijze nerd. Ja, nee, maar dat, dat dus. En heel soms schrijf ik ook nog wel eens iets over games. Maar dat, ook op Tweakers. Ook op Tweakers, ja. En word je dan ook nog wel eens een soort van heel ad hoc van Donnie, die shit doet het niet. En dat je dan even met kabels en shit moet gaan lopen zeilen. Of, dat hoeft tegenwoordig niet meer, hè? Nou, ik denk niet dat je dat bij Tweakers snel bij Tweakers is het, doet nee, het iedereen zelf. Doet het zelf. Ja, precies. Er is van, er is iets stuk. Oh, ik fix het even. Zo. Ik ben nu dus die guy, hè? Ik word nu geroepen. En alsof ik er fucking verstand van heb. Dat lukt jij ook wel. Dus. Ja, het lukt wel, maar met duct tape. Ik ben echt de MacGyver van fucking IT. Oké, ja. Dus, ja, nou, er is maar één MacGyver hier. Dat is echt Ruben. Echt altijd als ik op Ruben's desk... Want we zijn nu op dit moment de studio zijn we aan het vernieuwen. We hebben een nieuwe camera daar bijvoorbeeld hangen. Ik ben de MacGyver. Ruben is de Donnie. Nee. Oh, want die zit inderdaad dus nu echt gewoon shit te solderen. Solderen zelfs. Ik zie ook echt gewoon... duct tape, een schaar, schroevendraaier, echt van alles ligt. Een paperclip, weet je wel. En vervolgens hebben we in één keer deze hele sikke camera. Ja, cool. Ik hoop dat hij niet uitvalt. Ik hoop dat hij ook niet uitvalt. Ja, ik had zoiets van, hoe heet het? Ja, als je er naar kijkt, het is een systeemcamera die we hier hebben staan, van Sony. Echt een super nice ding ook, super scherp beeld. En maar daar zit dus een fan achterop, want op een gegeven moment zo overhitten gewoon, dat heb ik soms ook met mijn camera. Ja, het is een failsafe voor mocht die overhitten. Ja, ik denk maar niet vooral dat als je een 4K doet, dan wordt die wel snel warm. Dat heb ik ook met mijn A6400. Eindelijk een 4K cam, alle cams hier kunnen 4K. Ja, Abdel, dat hebben we echt al een jaar of 4, 5. Yes. Alleen Twitch ondersteunt het niet, dus waarom gebruiken we het niet? Oh. Ja, ik wou zeggen, dat kunnen we echt al jaren. Maar het ding is, er zit dus een fan op de achterkant. En ja, als ik kijk naar dat ding... zou ik zeggen, dit is de manier waarop je moet fucking erop moet zetten. Want je hebt één vlakke kant en één bolle kant. Maar als ik voel, dan blaast hij. Ja, het is oké. Ja. Dus dat, of dat is de fan is er verkeerd erin gezet. Ja, of het is een warmtewegzuigfan. Maar is het een, nee, dat maar is het, niet. Is, hoort die fan officieel bij die camera? Is dat een camera accessoire? Nee, het is een Ruben hack. Het blijft Blammo natuurlijk. Dus, of een Blammo hack eigenlijk. Juist, ja. Ja, op YouTube zou 4K uploads nice zijn, maar ook zeker 3 keer de file size. En dat vinden we gewoon te veel gelul voor wat het oplevert. Namelijk, je zit dan ietsje helderder nog naar onze puisten te kijken. Dus het heeft nog niet genoeg meerwaarde. Pas als alle platformen ga ik dat standaardiseren naar 4K. Ja, en het probleem is, ik vind het ook
ik vind eigenlijk niet helemaal correct. Want voor premium zouden we dat niet kunnen doen. Nee, daarom. Dus dat is, dat is premium doet het niet. Kijk, en dan vind ik het weird om voor gratis open items 4K te doen. Dat is en punt daar vier. Ook de hele infrastructuur voor open te zetten. En dan dat onze premium members, die een premium ervaring moeten hebben, dat niet kunnen krijgen. Nee, maar daarom. Ik snap dat het een beetje krom aanvoelt, maar dat is hoe het voor mij is. Ja. En ik zie Kuiken ook met een geweldig nieuwtje, om maar heel even gelijk hier mee in huis te vallen. De Steam Deck is niet te bestellen zonder reservering. Jij was een van de eerste in Nederland die hem had, want je had hem ook kunnen fixen via iemand, zag ik toen. Want toen vroeg ik nog, ja, waar hebben jullie die fucking Steam Deck? Ja. Tweaker. Precies, ja. Via tweakers inderdaad. Die hebben dat allemaal kunnen regelen. Het was dus ook niet de mijne. Nee. Dus die is van tweakers. Heb je er inmiddels eentje? Nee. Oh, maar die gaat waarschijnlijk wel komen. Ik wilde je bijna vragen of je met naar die van mij zou kunnen kijken. Want het lukt me niet om retro games af te spelen. Oh, hoezo niet? Ik wil wel kijken straks hoor. Ik heb echt geen idee. Ik heb RetroArch geïnstalleerd. Ik heb die tutorials doorgelopen. Ik heb de ROMs erop staan. Ik heb de emulators erop staan. En elke keer als ik een game start, dan begint die te starten. En ik krijg niet eens een beginscherm of zo. En dan sluit hij weer. Oh, oké. Nou, daar wil ik wel even naar kijken hoor. Heel graag. Het is graag. Natuurlijk onder die prachtige GUI is dat natuurlijk Linux. Dus daar moet ik vast wel wijs uit worden. Ja, EmuDeck. Dat is precies die ik heb, Faber. EmuDeck, dat is iets. En daar kan je het gewoon de kant-en-klare oplossing. En voor iedereen fucking werkt het. Voor de hele fucking wereld, behalve voor mij. Dus EmuDeck. Geen idee. Misschien Emu. Harde beesten, man. Harde beesten. Dennis die zegt in de Twitch-chat... Ik krijg mijn Steam Deck binnen met een dode pixel. Oh, nee. Ja, dat is heel kut. Ja, zeker, zeker. Maar Dennis, je hoeft niet meer lang te wachten. Want zoals je net hebt gehoord van Kuiken... Hey, als je er nu eentje zou bestellen, dan krijg je gelijk een nieuwe. Dus wanneer jij nu problemen ermee hebt, krijg je ook gewoon gelijk een nieuwe. Ze liggen voor je klaar. En sowieso hebben ze altijd wel een badge voor reparatiegevallen en dergelijke. Donnie, ja. Weet jij nog hoe einde van de week gaat? Ja. Sick. Heb je wel eens gedaan, toch, vroeger? Ja, einde van de week, vrijdag. Oeh, yeah. Ja, dat is ook nog inderdaad. Je kent de jingle zelfs nog, maar dat is niet veel veranderd. Ja, precies. Dat prachtige orgel die we hadden gekregen van... Veras. Van Veras, hadden we die van Veras gekregen. Ah, okay. Nou, dat was een sample. Dat was een sample. Dat van een sample die niet in het orgel zat, inderdaad. Want het orgel was echt zo'n oldschool jaren 60, volgens mij. Is dat zo? Nee, volgens mij was het gewoon een sample, toch? Maar Veras had dat gemaakt. Oké. Okay. Dus, ja, die had die intro gemaakt, toch? Ja, ik bedoelde dat orgel zelf, dat apparaat die we daar stonden. Die hadden we toch gekregen van... Van een van de bedrijven die een paar verdiepingen lager zat, inderdaad. In de video was dat inderdaad. Ja, ik zat aan de muziek zelf te denken. Oh, de muziek. Het beeld. Ik mis die intro wel, man. Ja? Die intro hebben we echt nodig. En de hele community schreeuwt. Ik wil wel een remixje ervan. Ja, ik wil zeggen, de hele community schreeuwt ook om de intro van Einde van de Week Live. Die missen ze. En het is zo'n warm gevoel. We hebben een hele vette promo hiervoor. Premium. Oké, ik vraag jullie nu. Zouden jullie heel graag een intro muziekje willen? Ook al wilde hij hem dan remixen. Ik bedoel, het is bijna heiligschennis. Maar zeg even yes in de chat als je hem wil hebben. Ja, kijk. Maar doen we dan eerst de premium promo van hey jongens, wordt premium voor ons en dan... Ja, want dat zit niet in de opname. Dat moet in de opname zitten. Natuurlijk. Zijn er ook mensen die het niet willen? Ja, die worden geband. Ja. Zeg ook even nee als je het geen reet interesseert omdat je gewoon mannen wil zien praten. Kunnen mannen van Weasel, dat zou heel vet zijn. Dan word je op je wenken bediend, want je gaat nog steeds mannen die praten zien. Kijk, thanks, Zeemail. En dan maak je ook mensen gelukkig die je graag een pum willen. Dat is ook zo. Ja. Kunnen iedereen gelukkig maken hier. Nee, jij heeft me dat gevraagd om nu eindelijk een keer alle items te gaan voorzien van promo's. Dat heb ik eigenlijk 3 jaar geleden gevraagd. Maar luister, ik vroeg het in 2019. Ja, ik heb geen inspiratie. En het was februari 2019 of zo, hè? Ja, ik heb geen inspiratie. Ik zei, heeft geen haast, man. Heeft geen haast. No worries. Heeft geen haast. Geen inspiratie zou kunnen natuurlijk, hè? Dus ik zeg, maar 2020 red je wel, toch? Ja, vast wel. Ja, nee, weet je waarom? En daarom heb ik het ook nu van JJ te horen gekregen. Je neemt gewoon dingen aan van JJ en niet van mij, oké.
Nee, maar jij deelt me in. Dus als hij me van 12 uur 's middags tot en met 6 uur 's avonds in items zet, dan kan ik geen shit maken. Dus dat is een beetje waarom. Ik moet eerst dus de studio nog verder doorontwikkelen als niet-IT-guy. Samen met Ruben. En als dat gedaan is, dan kan ik me focussen op dit soort dingen. Als jij me de tijd geeft om het te doen. Ja, ik zie nu voor het eerst echt een hele goede vraag van Feyenoord Koen. Het is vrijdagmiddag. Waarom zie ik nog geen bier op tafel? Ja, nou, sterker nog, ik heb bier gehaald. Ja. Ik heb mijn laatste zakcentjes aan mijn zak zitten kloppen hiervoor. Lust jij er één of wil je rum? Jij. Ik moet rijden. Oh, ik ben met de auto, dus ik moet op alles nee zeggen. Oh. Op alles zelfs. Ja, dan hebben we alleen water voor je. Ja. Ik weet niet of je dat ook goed vindt. Koffie. Vooruit dan maar water, thee, koffie. Nou, geen koffie. Water, thee. Ja, theewater. In die richting, theewater. Ja, koud precies. Theewater. Ja, tegenwoordig heb je dat, hè. Ik zag dat in de winkel liggen. Pickwick heeft nu gewoon... koude thee. Waterthee. Nee, niet eens koude thee. Waterthee noemen ze het. Dat en wat is het? Ja, ik heb geen idee. Ik dacht, volgens mij is dat een leeg theezakje of zo. Ja, ja water. Theezakje waar niks in zit. Ik snapte die niet. Nathan, kan jij Yui roepen of die alsjeblieft één biertje? En wat wil je? Ja, ik wil eigenlijk wel een koffie van Yui. Eén koffie, één bier en één water. Juist. De man gaat fucking... Hij kwam hier binnen alleen maar om te editen. Ik zei ook van, hé, wat kom je hier doen? Ze zei van, kom even editen. En toen... er is niemand namelijk boven. We hebben alleen wij en onze regie en Yui is boven. Dus Yui moet nu als een koffie... Daarom vroeg ik ook om een koffie, zodat ik een koffie krijg. Ja, dat was hij al. Ja, hij was überhaupt al niet blij met jouw suggestie, maar... Nee, voor het bier al niet dat hij het moest halen. Hij zei van, ik ben toch geen ober? Maar anyways, is je auto ook retro, wordt er gevraagd. Ja, nou, ik sterker nog, eigenlijk heb ik geen auto. Ik leen deze. Ik ben autoloos. Ik doe alles met het OV. Alleen voor nu dacht ik even, dit is wel makkelijk zo als ik... als ik gewoon met de auto kom, want volgens mij zit ik met een OV. Nou, toevallig is die auto die ik leen wel een retro auto. Het is gewoon een oude cheap-ass Nissan Micra. Sick! Dus, en echt een oude, dan is hij wel retro. Ja, ik denk inderdaad dat je die wel retro kan beschouwen, ja. Dus, nice. Dus ja, leuk. Ik dacht, weer zo'n schild wel. Ik heb wat spullen meegenomen. En ik dacht, om daar nou mee allemaal in de trein te gaan zitten, dat lijkt me misschien niet zo'n goed idee. Ook zo. En het is best wel sjouwwerk, want ja, al die oude consoles zijn natuurlijk niet licht. Ja, en we hebben hier tenminste een keer geen betaald parkeren. Dat is ook top. Dat is echt sinds het eerste in 10 jaar. Überhaupt, ik kan me niet eens voorstellen. Ik heb namelijk in het allereerste Blammo-kantoor, waar jij ook nog bent komen werken, heb ik 3 keer een verkeersboete gehad. Oh, een parkeerboete, omdat ik gewoon... Hoe duur is dat eigenlijk? 60 piek was dat toen. 60, maar god. Zeg. Maar, serieus? Ik dacht dat altijd gratis parkeren was. Nee, ik heb daar niet. Altijd gewoon gratis geparkeerd. Maar oprecht, is ik helemaal niet. Boetes in Nederland? Dat is te krankzinnig voor sommige worden. Dingen wel. Maar, als ik de prijzen vergelijk met het buitenland, dat gaat helemaal fucking nergens over. Of juist wel. En het wordt alleen maar erger, want heb je gehoord wat ze gaan doen? Ze gaan de boetes gewoon compenseren met de inflatie. De boetes krijgen dat inflatie. Dat is smart, want mensen hebben weinig te besteden nu. Maar hey, we kunnen niet hebben natuurlijk dat de boetes eventueel minder zouden zijn. Echt waar? Gaan ze door de inflatie gaat de overheid hun boetes ook omhoog gooien? Ja. Nee, dat is echt het meest stabiele. Dat zou juist contra moeten zijn. Eigenlijk wel. Maar dit is het ding, hè? Wat ik had laatst, de chat weet dat wel. Ik had, je kent Amsterdamse Poort toch wel? Ja. Daar zit ook gelijk de toko. Ja. Zo heet hij volgens mij ook. Amsterdamse Poort, de toko. En daar ging ik een broodje kipkerrie halen. Nou, je weet, dat zit 5 meter in Amsterdamse Poort, weet je wel? 5 meter. Oh, ik kwam daar aansteppen met mijn fiets. Gewoon al, weet je... Ja, ik zat wel op mijn zadel, maar daar ga je. Ik trapte allebei. Dus ik trap en ik word aangehouden door 4 fucking boa's. 4 omsingeld. Nou, wat ben je aan het doen? Nou, een hele berisping van, je mag hier niet fietsen. Nou, ik was niet aan het fietsen. Stelden ze die vraag zo? Of deden ze het echt à la Nederlandse politiestijl? Meneertje, wat zijn wij hier allemaal aan het doen? Inderdaad. En, maar ik kwam erop neer, ik was aan het fietsen. Nou, ik zei, ik was niet aan het fietsen. Ik kwam steppen, maar oké, whatever. Semantics. Dus op een gegeven moment de hele lange. Oké, mag niet. Nou, is cool. Thanks. Ja, dat is een boete. Ik zei, oké, nou vooruit. Doe maar dan. Ik denk, het is €15. Weet je wel. Nee, ik bedoel, ik heb 3 meter gestept. Ook 3 meter, maar in een gebied waar dat niet mag. Hè? Want ik bedoel, het is, de toko zit gelijk daar. Ja. En hoe heet het? 3 meter. En hij zegt, nou, dat is een boete. Dus ik denk, nou, kut, €15. Het is whatever, man. Dus dat is €60. En €9 administratiekosten. Oh ja, administratiekosten. Dus ik zei, wauw, €70? Ik zei al van... Nee, €60 met €9 administratiekosten, meneer. Ja. Dus ik zei, vind je dat in verhouding staan?
was een waarschuwing misschien in eerste instantie niet afdoende geweest. Had ik meteen gezegd, oké, sorry man, whatever. Ja, nee, 70 euro. Dus 70 euro. Ja. Een paar weken later krijg je hem binnen. Krijg ik hem binnen thuis. Een paar maanden. Een paar maanden, inderdaad. Dat was echt heel laat. Ja, het was best laat. Raad eens, hoeveel? $1 million 100 euro. Close. 119 euro. Serieus? 119. Waarom? 119 euro. Waarom? Wat kwam? Wat is er gebeurd? Niks. Dat was gewoon de boete, kennelijk. Maar hij zei 60 en het was 119. Het was gewoon hij durft het niet eens te zeggen. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is veel voor ergens op je fiets steppen. Kijk, als jij op je fiets zit en je bent soort van op een heel druk voetpad bijna mensen aan het aanrijden, dan snap ik dat je 120 euro boete krijgt. Kijk, als je gevaar bent voor je omgeving. Tuurlijk, weet je, dan is het logisch. Maar in dit geval was het in no fucking way even close, weet je wel. Oh. Jongen. Dit is echt niet normaal. Ja. Dus ja, ik moest het even vergeten, jongens. Ja, dat was het. Van mij mag je. Hoe was jullie game week? Ja. Goed. Rustig. Nou, jij mag beginnen. Rustig, hè? Rustig. Heel rustig. Ja, tenminste rustig qua games. Je hebt maar 40 uur gegamed. Nee, nog minder zelfs. Ik was zo druk in de weer met allemaal nieuwe telefoons die uitkomen en zo. Dus dan ga je van hop naar her. Xiaomi heeft nieuwe telefoons uitgebracht. Google heeft nieuwe telefoons uitgebracht. Dus ik was alleen maar... daarmee bezig. Maar dan zit je daar niet op te gamen ook dan? Nee, ik speel eigenlijk niet zoveel mobiele games. En die paar die ik er speel, ja, zo nu en dan. Meestal doe ik dat als ik... als ik niet thuis ben eigenlijk gewoon... Ja. Want als ik thuis ben, dan pak ik gewoon... een retro-console. Ja, een retro-console of een moderne game. Dus dat, ook nog. Ja, maar dat doe ik de laatste tijd niet zo vaak. Dat moet ik eigenlijk wel weer inhalen. Want die backlog van mij, die blijft maar groeien. Aan de ene kant, zeg maar, sinds ik zelf aan het streamen ben... is zeg maar... De eerste entries van mijn backlog zijn nu eindelijk, eindelijk afstreken. Daardoor weg, maar er zijn er meer bijgekomen. Omdat je juist daarvoor natuurlijk nog meer op je lijst zet. Precies. Al die nieuwe games die ik dan die dan binnenkomen. Oh, die wil ik ook spelen. Hup, op de lijst. En soms dan komen ze ook nog eens langs bij een Steam sale of wat dan ook. Of dan... ik ben eigenlijk nog niet klaar met de PlayStation 4. De PlayStation 5 is inmiddels ook al... ik heb meer tijd nodig. Waarom zitten maar 24 uur in een dag? En waarom moeten mensen zoveel slapen? Oh, dat heb ik niet. Nou, dat vind ik echt heerlijk. Ik vind het wel. Ik ook hoor. Ik vind slapen wel heerlijk. Maar ik vind het fantastisch. Maar ik heb exact hetzelfde. Ja, het zijn veel te weinig uren in een dag. Zeker. Het slaat nergens op. Ja. Ik weet niet wie dat bedacht heeft. Maar bedacht? God. Ja. Weet je, ze zeggen wel eens dat je alwetend bent. Nee, je hebt te weinig uren in een dag gestopt. Bij deze. Ja. Zo. En je kan wel er zo iets ver. Misschien tegen doen door de aarde wat minder lang, snel te laten draaien. Dan is de dag langer. Ja, kunnen we dat niet voor elkaar krijgen? Maar ja, dat moeten we iets op kunnen verzinnen. Stuur het naar redactie@gamekings.tv als je een goede oplossing daarvoor hebt. Hey Donnie, ik zie hier staan in mijn document. Ben je morgen ook bij het tweakersfeestje? Huisfeestje? Ja, ook daar ben ik bij. Gezellig. Een huisfeestje? Een huisfeestje van op zaterdag? Ja. Is het in tweakershuis? Is het bij iemand van Tweakers thuis? Nee, het is Tweakers. Het is eigenlijk gewoon een georganiseerd evenement. Alleen ze noemen het het Tweakers huisfeestje. Wat gek. Dat is gewoon extra gezellig. Knus, dat, ja. Maar het is niet in een huis. Nee, het is het niet op kantoor? Huis. Het is ook niet op kantoor. Het is op een kroeg genaamd de Huiskamer. Ja, dan snap ik het. De AI. In het AI Film Festival, filmmuseum ding. Ja, daar is het. Huis. Nee, dat is geen huis, inderdaad. Dat zou ik niet gaan. Maar ik wil een vraag gaan stellen. Vertel. Ik kaap het gewoon weer. Oh, zeker weten. Dat zal nog wel een paar keer gebeuren. Zo ben ik. Ja, wat hier staat in het item, of in het document, staat dat je in het buitenland werkt. Waarvoor? Oh ja? In het buitenland? Dat staat hier. Hij zit ook in het buitenland. Waarvoor? Ja, je bent wel eens op trip naar het buitenland. Oh, ja, precies. Ja. Wij toch ook? Ja. Ja. Okay. Dus zelfde reden inderdaad. Zelfde, alleen jij doet met telefoons en wij doen met games. Dat is het enige waarvan ik het niet snap. Ja, het is jij. Bloep, bloep, bliep, bliep, bloep. Codetaal, telegram, punt. Ja. Nee, maar inderdaad, zo nu en dan zit ik in het buitenland. En dan meestal inderdaad voor de release van een nieuwe smartphone of tablet of ander mobiel apparaat. En dan... We kennen je als... Ga je veel naar China? Eigenlijk niet. Dat was toen andere baan en zo. Ja. Maar je hebt natuurlijk wel hoe heet dat ook alweer? In Taipei heb je die... Nou, dan ben ik gewoon de naam van dat congres vergeten en zo. Ja, net zoiets als, een hele vette videogame-conventie. Daar wilden wij ook naartoe, maar... Nee, niet videogame. Hoe heet het? Ze doen ook wel de game shows hebben wel geweest. Ja, precies. Die in Thailand tech-convention. Hoe heet het ook alweer? Ja, ik kom even niet op de naam, maar zoiets als de CES, maar dan de Chinese versie. En die, dat is daarvoor dan.
Ja, en er is ook eentje echt in China natuurlijk. Er is er eentje in Taiwan. Ja, Taipei Game Show was best dope, die conventie waar wij waren geweest. Heel tof. En toen wilden we heel vet naar een conventie in Vietnam, maar die was er niet. Computex. Computex. Kijk eens. Computex. Dingetje waar. Ja, Computex, dat is hem inderdaad. Lol, dankjewel, dankjewel. Kijk eens, Team Oppo, heb je ook nog. Wil je niet even gedag zeggen tegen de mensen? CCS. Heb je toch nog een cameo? Ja. Gedag mensen. Dat is voor wie? Ik wil graag de koffie, alsjeblieft. Stoondag. Ja. Nummertje 4, 3, 4, thanks. Kijk eens. Oh, ik heb geen kater trouwens, want ik drink niet deze maand. Dus dit is meer een soort van, ik mag geen bier, dus dan maar koffie. Staat hij zo goed? Of, helemaal niks, helaas. Kick the view. Hij staat zoals jij wil dat hij staat. Proost, hij kijk eens. Van de mensen of ze graag een 50 minuten edit willen of... 50? Ja, of? Dat is wat ik zei. Hij kwam boven en hij zegt, ja, die Premium Vision, ik kom er niet uit, man. Die shit is 50 minuten lang. Ik zeg, niemand gaat fucking geïrriteerd zijn dat die 50 minuten... Als hij 50 minuten lang lijp is? Ja, Joey zelf, want Joey wil gewoon iets van een half uur snijden. Ja, ik zie hem ja knikken. Het is 50 minuten echt totale chaos en lijpheid. Maak je er 42 minuten van. Dat is een mooi compromis. Yo. Dus dat. Wat voor lens is deze groothoek? Is dat die Castle? Dat is een... Ik denk een Sigma of een Tamronnetje 11, 40, ik weet het niet. Nee, het is een 18, 50 lens, denk ik, dat erop zit. Een zoometje. Die? Ja. Nee. Die? Nee. Want ik heb een 18, 50 lens. Van die camera ook, die ziet er anders uit. Dat kan. Of hebben we... Oh, het is een Sigma lensje. Nee, okay. Weet ik niet. Ja, het is iets. Ik weet het, weet ik veel. Ja. Ik heb nog niet gekeken. Ik heb gewoon een Sony lensje van de... Welke camera is sick, krokodillen tranen? Die? Is die zo sick? Is dat... Die zijn sowieso sick. Ja, maar die en die zijn vooral de sick. Totaal die niet sick was en die hebben we nu vervangen. Dus, Oké, wat grappig. Kijk eens. Dat je die sick... Waarom is die sick, krokodillen tranen? Wat vinden jullie van die camera? Waarom is dit beeld mooier? Let ik ben benieuwd inderdaad. Ja. En ondertussen ga ik heel even snel stick up Kid NL, Delta Force, vet, Raptor, super vet, MDK, vet. Murder Death Kill. Precies, ja. Murder Death Kill. Ja. Dat is een hele lijpe game inderdaad. Maar ik wilde je ook wat vragen, want hier staat ook, heb je nooit zin om games van het moment te spelen? Maar ik verander hem een klein beetje. Wat is de vetste moderne game die je in het afgelopen jaar hebt gespeeld? Ja, daar moet ik eigenlijk even over nadenken. Dat was niet van dit jaar, denk ik. Maar ik heb er wel, gek genoeg was dat een remake, dus ik weet niet of dat helemaal telt. Ja. Dat was die Command & Conquer. Die? Ja. Nee, die telt niet. dat telt. Ik dacht dat je Final Fantasy even remake ging zeggen. Oh ja, nee, maar die moet ik nog spelen. Die staat ook weer op mijn backlist. En sterker nog. Als je straks je Steam Deck hebt, kan je hem op Steam Deck spelen. Ik dacht dat je Last of Us ging zeggen. Ja, Last of Us, ook leuk trouwens. Last of Us, Horizon heb ik gespeeld. Ja, heb je Elden Ring gespeeld? Elden Ring nog niet. Okay. Ook weer zo'n... Elden Ring was echt zo'n game waarvan ik dacht van... als ik die PlayStation 5 nou eindelijk een keer heb voor een normale prijs... dan ga ik daar Elden Ring op spelen. Nice. Maar... Oké, de Command & Conquer, die tel ik niet. Want dat is geen moderne game. Dan dus Horizon. Horizon. Ja, okay. Mee eens. Forbidden West of Zero Dawn? Zero Dawn. Oh, dat is wel retro. Ja, inmiddels al wel weer. Het is bijna retro. Erg, hè? Ja, het is echt... Ik moet er even wat meer vader Met een beetje geluk heb je daar binnenkort een remake van. Of een remaster. Ja, dat ze weer gaan remaken en remasteren. En voor 80 euro verkopen waarschijnlijk. Dus, Je niche waar. Dat is gewoon vet dat je retro games speelt. En dat gewoon ook veel doet. Ja. Vampire Survivors hoor ik veel mensen over. Heb ik wel al wat dingen van gezien, maar nog niet zelf gespeeld. Nee. Het is echt, het schiet alle kanten op bij mij. En het is ook, even kijken. Het grappige is ook dat ik weer een soort van ben begonnen met Animal Crossing. Vet. Dat is echt welke? Een game, die laatste, ja. Is nog niet retro. Nee, die is niet retro inderdaad. Nee, ik bedoel, Animal Crossing heb ik altijd langs me heen laten gaan. Elke keer als ik dat zag, dan had ik zoiets van, nou ja, zal wel. Whatever, Ja, en toen heeft mijn vriendin heeft hem voor mijn verjaardag gegeven aan mij. En ik had zoiets van, oké. Ja, nu moet je wel. Spelen. Ja, oh my god. En dan is iets van, dit is eigenlijk best leuk. Ja, snap ik. Heel tof.
Dus ja, is inmiddels ook alweer old school. En net als... Nou, dat zou ik niet old school noemen, toch? Van welk jaar was die game? 2-3 jaar terug. En ik wil sowieso dat jij een discussie gaat beslechten uiteindelijk. Want wij kwamen er niet uit in een item. Wat is de beste retro game aller tijden? Ja, en, ik zag het. Ik kwam uiteindelijk tot de conclusie dat dat Super Mario World was. Voor mij persoonlijk. Want nostalgie speelt natuurlijk ook altijd een grote rol in dit soort zaken. Ja, en voor ja. mij was het gewoon de side-scrolling platformer perfected. Weet je wel? Er is naar mijn mening niet iets wat echt beter is uitgekomen. Zo. Ja, dat is net zo'n onmogelijke vraag als dat mensen altijd aan mij vragen. Ja, wat vind jij de vetste game? En toch moet het? Ja, precies. Ik moet nou, je kan ook, wat je ook kan doen is even een paar opties geven. Van, want iedereen had natuurlijk waarschijnlijk aan tafel daar een ander antwoord. Jij, dat was wel heel erg freestylend eigenlijk wel. Hoor. Ja, maar daarom. Dus Boris zei waarschijnlijk iets idioots. Jij had Super Mario World. Tetris. Ik kon er Tetris, in komen. Tetris, zeker. Ja, maar ja, voor mij persoonlijk zou dat nooit Tetris zijn geweest natuurlijk. Ja. Nee, dat is. Ja, ik zou denk ik gewoon eerder. Ik noem het top 10 per genre kunnen maken wat, of zo. Wat dus, staat er op 1 dan? Ja. Je mag best mentions geven als dat het beter ja, maakt. Ja, ik zie sowieso al heel veel mooie titels voorbij komen in de chat. Donkey Kong zie ik langskomen. Dat was de eerste console game ever die ik heb gespeeld trouwens. Final Koen, klopt inderdaad. Galaga had ik ook van Boris Galaga, verwacht. Galaga, Doom inderdaad. En Mario 64, Age of Empires 2. Sowieso Sony MSX games. Ja, gewoon... ik wou zeggen Metal Slug. Nee, Metal Gear voor de MSX. Veel vetter dan die gare, gecensureerde, wacky NES-versie. Ik moet zeggen, ik heb vanochtend een kleine mini-docu zitten kijken over de Neo Geo home console. Oh ja. Jezus, wat ziet dat er insane uit, man. Ja, ongelooflijk. Dat was echt gewoon de console. Dat was de arcade in huis. Ja, precies. Letterlijk ja. De console die iedereen wilde hebben, maar niemand kon betalen. Oh. Wat een ding was de cartridges het. Waren 200 per stuk ook of zo. Precies. Die duurdere cartridges. Oh my god. Maar ja. gewoon de pixel art. En dat is echt een kunst. Want je kan het helemaal kut doen. Maar je kan het ook fantastisch doen. En Neo Geo deed het echt fantastisch. Die deed fantastisch. En die games zagen er zo, zo ziek uit. En dat kan gewoon nu nog steeds. Als je nu gewoon een Neo Geo game gaat spelen, dan denk je gewoon van... Ja. Nou, is gewoon een moderne indie game. Voor de mensen die het niet weten, bijvoorbeeld een Neo Geo game Metal Slug. Ik denk dat iedereen wel Metal Slug kent onder andere. Maar ik wist ook niet de manier waarop ze die... hoe beelden werden gerenderd. Dat waren stroken aan pixels die werden gerenderd in plaats van... Klopt, tiles in plaats van sprites. Ja, sick. Ja bizar. Ja, toch weer wat geleerd, hè? Leidende techniek. Zo sta ik altijd op. Gewoon even in de ochtend een paar YouTube filmpjes kijken. Ik weet ook meteen welke video je hebt gekeken. Oh, die heb ik ook gekeken. Modern Vintage Gamer. Juist, ja. MVG. Wat een lijpe nerd, zijn. Wat sick. Ja. Ik had nog een inflatietip voor de mensen thuis. Kijk, wat ik zei. Ik heb met mijn laatste centen uit mijn zak heb ik hier een biertje gekocht. Dit is een six-packie bier. Dors. Ja, ze zijn de thee vergeten. Dat is al, de budget kon de thee niet meer hebben. In Arnhem hebben we ook een biertje. Dat heet niet Dors, maar dat heet Durs. Durs. Ja, omdat wij... dat is hoe je Arnhem spreekt. Weet je. Oh ja, onzichtbaar blikje inderdaad. Voor Dors. Groen blikje. Voor Dors. Volgens mij zien ze hem niet. Huh? Is dat het woord voor dorst? Ja, Durs. Durs. Ja, dat vind ik lijp. Maar dit is Dors. En het is €2,70 voor een hele sixpack. Ik kan me niet voorstellen dat het heel erg lekker is. Maar als je dorst hebt... Ja, nou, maar heb je het al gedronken? Nee, daarom. Ik ga het dan gewoon proeven. Ik denk dat het beter is dan die Hollandia shit die we altijd dronken. Ik heb er ook één, jongens. Twee koosjes. Het is beter dan Hollandia. Ja, dat dacht ik al. Het is, en het is eigenlijk best wel lekker. Ja. Nou, het is niet, het is niet zoals Hollandia. En het is oprecht beter dan de klok. Ja. Ja? Ja. Hmm. Ja, ik weet, je bent dingen, maar wil je proeven? Nee, thanks. Hij is ons een... Zwart is het, te zwart of wit? Huh? Het is zwart of wit bij mij. Ah. Ja, nee. Hij doet een maandje geen bier, hè? Dan krijg je dat. Ah, ja. Maar daarom, goede inflatietip, toch? Ja. Is het beter dan Schuldenbrauw? Is ook lekker, vergelijkbaar. Vergelijkbaar. Ik vind Schuldenbrauw helemaal niet zo kut. CV-vocht, zegt Martin Marzuki. Heel sick. Zo. Ja. Even kijken. Doe maar, ja. Heb jij de vraag al gesteld, Jelle? Kijk, waarom die snetje. Alleen maar retro games streamt? Ik heb hem dat nog niet gevraagd. Nee, is het alleen maar retro games dat je doet? Nou ja, 99% wel. Ja, precies. Maar het is niet per se een harde eis. Ik had gewoon zoiets van, ik vind dat leuk om te doen. En dat was er nog waarschijnlijk niet. Ja. Nee, precies. Er zijn weinig Nederlandse streamers die dat doen. Dus ik dacht, dat lijkt me dan een leuke niche. Want ja, ik kan ook natuurlijk de zoveelste...
PUBG of... pas op welke games je zegt, hè, nu? Ja, precies. Ik bedoel, niks mis met PUBG trouwens, hoor. Leuke game. Maar ik heb zoiets van, ja, er zijn al zoveel mensen die dat doen. Waarom zouden mensen dan ook nog eens naar mij willen kijken terwijl ik die game stream? Dus nou, en je kan er uren over lullen natuurlijk. Dat wel. Dus, en ik heb zoiets van... Ik tegelijkertijd werk ik ook mijn oude backlog weg. Dus het is tegelijkertijd ook een stok achter de deur. Omdat ik wel eens wat games heb gespeeld vroeger. Die ik nooit heb uitgespeeld. Die ik wel uit wilde spelen. En ik dacht, nou, als ik ze dan ga streamen. Dan gaat er iets mis. Ik zie Wij gaan gewoon door, want de opname loopt. Oké, ja. Maar het is een manier om mijn backlog weg te werken. Dus op die manier speel ik het. Maar ik vind het ook gewoon leuk. Dus en als soms heb ik zin in een moderne game. En dan speel ik die. Dat niet op de stream? Bijna niet, nee, maar soms ook wel. Dus, of wat modernere games. Oké, ik heb Animal Crossing dan niet op stream gespeeld. Maar heb je ook niet gewoon als streamer, want inderdaad, dat speel je op stream. Ik heb gewoon best wel eens games waarvan ik denk van, nou, dat wil ik gewoon voor mezelf bewaren. Ja, precies. Ik heb bijvoorbeeld, ik speel bijvoorbeeld ook Warhammer Mechanicus. En dat is gewoon een game waarbij ik gewoon rustig achterover wil zitten. En lekker gewoon... Weet je wat, het is een strategie-game, turn-based. Maar het is best wel diep, zeg maar. Best wel layered. En al die lagen moet je goed nadenken. Want je hebt niet alleen maar dat je een aantal moves kan zetten. Maar die moves die hebben ook bepaalde energie. En je hebt bepaalde punten waar je die energie weer kan verzamelen. Dus je moet niet alleen maar plannen van... ik ga mijn mannetje straks daarin zetten, zodat ik daarna die kan aanvallen. Maar ook van, als ik dat doe, dan kost dat zoveel energie... En daarna heb ik niet meer genoeg energie om bijvoorbeeld daarheen te gaan en een item te pakken. Dus dat moet je helemaal goed uitdenken. En dat wil ik dan gewoon echt de volle concentratie daarop hebben. Dus dan heb ik zoiets van, dan ga ik er niet de hele tijd doorheen praten en ook bezig zijn met een chat en zo. Dus dat is een game die ik bijvoorbeeld niet stream. Nee, ik wou zeggen, want dat heb ik dus ook gewoon. Streamen is hartstikke leuk. Maar wanneer je gewoon, vooral verhalende games. Weet je, als je een chat hebt. Je hebt lamp op je bek schijnen. En het leidt gewoon enorm af. En dan heb ik zoiets van Final Fantasy 7 Remake. Die ben ik nu weer aan het spelen op Steam Deck en op PC. Cool. En dat is super awesome. Want weet je, op Steam Deck, zodra ik thuis kom, ik leg hem weg. Upload die save file naar de cloud. Ga mijn PC verder. Dat is echt amazing. En volgens mij doet het internet het weer. Want Google Docs doet het ook weer. Oké, hey mensen, zien jullie ons weer? Maar het schiet me net even één game schiet me net binnen. Heb je die wel eens gestreamd? Syndicate Wars? Syndicate Wars? Ja. Nog niet, maar hij staat wel op mijn to-do-list. Want Syndicate vond ik heel vet vroeger. Ja, daarom. Die shit was zo... was echt heel jong, hè, dus ik weet niet eens meer of het zo amazing was. Maar voor mijn gevoel was het zo amazing. Met die gasten, met die guns die door die straten lopen. Die zwevende politieauto's en zo. Ja, heel tof, ja. Ja, en die resolutie, het zag er heel strak uit voor die tijd. Het was echt... Ja, maar voor mijn gevoel zagen alle games toen er goed uit. Want als ik eraan terugdenk, dan verzin ik volgens mij de helft erbij wat er op beeldscherm te zien was. Ja. En wanneer ik op een gegeven moment zelf dan weer de game ga spelen, valt het altijd tegen. Heb je dat niet bij retro games over het algemeen? Want ik heb heel vaak zoiets van, nostalgie is een hell of a drug. Ja. En weet je... niet weer gaan spelen, want het maakt je beeld dat je had van die game, maakt het een beetje kapot. Ik heb dat... Nee, dat heb ik meer met films. Maar niet met games. Met films, ja? Ja, ik heb met... ik weet dat ik bepaalde films en tekenfilms vroeger keek als kind. En spannend en realistisch. En dan kijk je het nu terug en dan denk ik, weet je wel, de touwtjes hangen nog net niet aan de puppets. Maar met games ben ik dat minder. Ik weet niet waarom, want meestal kan ik me nog wel herinneren van, dat zag er toen en toen zo uit. En ik weet wel dat het toen heel revolutionair was. Bijvoorbeeld hè, als je in het tijdperk van de Mega Drive en de Super Nintendo opeens een Metal Slug voor je neus krijgt. Dat je echt denkt, wow! En op een of andere manier, als ik zo'n oude game speel, dan kan ik weer helemaal terugkomen in die mindset en nog gewoon steeds gewoon zoiets hebben van, wow! Dit was voor die tijd echt awesome. Maar dat zijn dan ook de prime pieces waarschijnlijk, de hele goede games. Sommige games die heb je natuurlijk een soort van een heel goed gevoel bij, maar dan ga je het laten spelen en denk je van, maar misschien was het gewoon niet zo goed. En goede games zijn goede games. Ja, ik wou net zeggen, het zijn vooral games die de tand des tijds gewoon niet zo goed hebben doorstaan. Maar bijvoorbeeld, ik heb, dat was 2 jaar geleden of zo, weet ik veel. Dan had ik zoiets van, speel je deze nog of zo? Gewoon een retro item op Game Kings. Mm-hmm. En ik had zoiets van, weet je, we gaan fucking Quake spelen.
Gewoon de allereerste Quake. Van, dat was zo amazing voor dat tijdperk. Volgens mij voor het eerst echt 3D. Ik weet niet of dat echt zo is, maar voor mijn gevoel was het wel de eerste echte 3D game. Zonder bepaalde trucjes zoals Doom dat bijvoorbeeld deed en Rise of the Triad. En noem het allemaal maar op. En ik ging het spelen met Boris. En het was zo'n kut item geworden. Precies. Ook. Oh, ja. Ja, omdat het een kut game was. We hebben hem gewoon niet meer geüpload. Nee. Oké. Dus, gewoon, we hebben het hele item gewoon weggeflikkerd. We hebben 40 minuten fucking Quake zitten spelen. En het was echt zo... Ja, vroeger was het leuker. Ja, ja, maar dus dat eigenlijk was dat dan misschien zo'n game die de tand destijds inderdaad dus eigenlijk misschien niet een goede game was. Want alles wat Metal Slug, wat dan ook, wat gewoon 20 jaar oud is en nog steeds vet, dat was dus echt een goede game. En qua gunplay, kan ik ook niet zeggen dat het heel slecht is of zo. Ja, misschien zat hij nu gewoon in de mood niet. Dan. Ja, dat zou kunnen. Misschien, ja, want ik moet zeggen, Quake is dan wel een game waarvan ik inderdaad nog steeds heb van wow, vet. En die wil ik ook inderdaad ook nog een keer opnieuw. Ja, de eerste Quake, ja. Ja, ik had het net trouwens ook over Syndicate Wars. Die was, ja, ik hoorde het inderdaad. Ik was even het internet aan het fixen, want die lag er gewoon even uit. Ik heb geen idee wat het was. Oké. Ik zal het trouwens eens opzetten voor mensen die niet weten wat Syndicate Wars was dat vond ik, dat is een van de games. En die heeft natuurlijk Syndicate of Syndicate Wars? En daarna Syndicate Wars. Ja. Syndicate Wars was gewoon nummer 2. En toen heeft Syndicate een keer een EA remake gehad. Ja, 3D. Wat een teleurstelling was dat. Dit was een prima shooter. Prima shooter, maar het had eigenlijk helemaal niks te maken met, vond ik. Ja, maar dit was hard, jongen. Je had dus die, op een gegeven moment kon je dus de minigun vrij spelen. Dit moet in beeld, hè? En hij mag ook wel ietsje zachter. En daar kon je mensen mee, huishouden met die shit. Ja, ik vond dit zo'n toffe game. Ja, dit is trouwens deel 1. Dit is Syndicate 1. Ja. Ja, nee, dit is echt... Maar kijk hoe gruwelijk dit eruit ziet. Ja, maar daarom. De design van deze game was zo fucking... Dit is gewoon cyberpunk. Dit was cyberpunk, ja. Pre-rendered. Daar heb ik sowieso een zwak voor. Pre-rendered graphics. Cyberpunk beelden voor de patches, zegt Meat Mouse. Maar echt, dat was wel echt deze vibe. Maar hoe vindt de chat het eruit ziet? Ik bedoel, voor mijn gevoel... Ik heb ook Blade Runner gespeeld. Dat was een point and click. Zag er ook amazing uit. Ik vind dit zo vibey dat ik hier nog prima naar kan kijken. Zonder dat ik vind het alleen wat langzaam. Dat is het wel. En de muziek vind ik te 8-bit. Maar hier, dit is toch fucking cool. Maar daar kun je wat aan doen, Jelle. Ja? Want dit is gewoon met een adlib soundblaster kaartje. Maar deze game had ook ondersteuning voor General Deze MIDI. Game, dat weet jij gewoon. Weet je dat van elke 20.000 games in de geschiedenis, weet je welke geluidskaart wat doet? Jij komt er nu achter waarom die retro dan niet heeft. Ja, oké, maar... Ja, nou, toevallig weet ik inderdaad van deze game. Sick. Ja. Augmentation en shit. Ja, het zit er allemaal in inderdaad. Ja, maar deze game heeft dus inderdaad ondersteuning voor de Roland Sound Canvas en andere Wavetable geluidskaarten. En dan zijn die muziek zoals die hoort, ken ik nog. Echte instrumenten. Weet je, dus dan is het wat meer... Ik heb Syndicate 1 niet gespeeld. Ik heb alleen Syndicate Wars gespeeld. Ik ga even iets verder naar gameplay. We kunnen ook zien hoe het... Kijk, met die lange jassen. Ja, precies. Ah, ja. Hey, ik zat te denken, voor nerd culture, maar dat kan natuurlijk niet. Ik wilde een fucking Syndicate shirt of zo maken, maar nerd culture, dat mag niet. Weet je, dat moet over films en series gaan. En dit is een Game Kings. Maar laten we een keer iets met Game Kings doen en Syndicate. Gewoon überhaupt. Ja, fucking dik. Ik ben zo benieuwd dat jij ook zo'n live fan was van Syndicate, man. Ja, Syndicate Wars dus. Hè. Deze heb ik nooit... ik ken hem wel, maar ik heb deze nooit gespeeld. In ieder geval toen de tijd. Ik heb ooit wel een keer... De stijl is ongelooflijk. Ja, ik vond die auto's ook van deel 2 van Syndicate Wars zo vet. Fucking augmentations en... Jongen. Precies. Ja, de OG flapperjas, zegt J.O.K. Wow, maar dit herinner ik me nog. Echt vier van die gasten met die flapperjas inderdaad. Ja. En dus waar de fuck is de minigun, vraag ik me dan af. Ja, precies. Die shit was zo fucking cool. En ik vond die muziek ook, dit gewoon spannende muziek. Maar ik vind de art ook zo mooi. Ja. Kijk die snelwegen, de politieauto's in die gebouwen en net die grote lantaarnpalen. Ik moet wel zeggen, dit is heel licht. En Syndicate Wars voel je dat het in het donker zich afspeelt. Klopt, voordat we allemaal doorgaan, pak ik heel even snel naar Syndicate Wars erbij dan. Ja. Is dat de bovenste dan? Ziet er anders uit. Syndicate Wars. Ja. You're a cop. Dit is een randomized YouTube kanaal, klein dingetje. Kijk, nou dat logo. Dit herinner ik Pimpen me. Nee. Kijk nou, hier fucking 3D ook zelfs. Inderdaad, ja. Maar daarom, dit is allemaal donker inderdaad. En nou, dit is zo grimy. En dit vond ik gewoon gruwelijk. Ik heb Syndicate gespeeld, toch niet Syndicate Wars. Ja, ik heb deze gespeeld. Maar ik kan me niet herinneren dat die 3D was, man.
Ik ook niet. Misschien kon mijn muis, of had ik niet door dat je... Of misschien konden wij niet switchen. Precies, ja. Dat ik gewoon niet mijn page up en page down heb gebruikt en alles vanuit één kant heb gedaan, hoor. Dus, Bullfrog inderdaad. Precies, want wie las er nou de handleidingen tutorials? Fuck no. Bestonden niet. Precies. Nee. De handleidingen waren alleen maar om af en toe je notes in te maken. Ja, die geluiden ook, ja. Zo. Wat, kijk hier, fucking miniguns. Zo gaat het. En ik speelde inderdaad veel. Ja. En ik mocht van mijn moeder geen Carmageddon spelen, omdat ik dan mensen doodrijd. Toen dacht ik van, nou, dan ga ik toch dit spelen. Dan ga ik toch GTA 2 doen. Dan ga ik toch GTA 1 doen. Je moet niet mensen doodrijden. Je moet gewoon zo snel mogelijk bij de finish komen. Ja. En ja, je kan mensen doodrijden, maar Precies. Dat moet niet. Nee, fair. Ja. En dus, maar ik had zoiets van, dan ga ik gewoon toch mensen doormidden schieten met een fucking minigun. Fuck Carmageddon. Ja. Dit is geweldig, jongens. Ik heb daarin best geluk gehad. Dat mijn ouders zoiets hadden van, zolang je maar weet dat dit gewoon fictie is en niet echt is. En als je dat gewoon, dat verschil weet, dan mag je het allemaal prima spelen. Je bent oud en niet oud genoeg, maar wel wijs genoeg om... Mijn ouders hadden precies hetzelfde. Ook met films was dat eigenlijk wel zo. En videogames ook. Ik speelde echt als een heel klein kind al Wolfenstein 3D. Allemaal dat soort dingetjes. En dat maakte helemaal niet uit. Maar wel altijd dit gesprek inderdaad. Ja. Is niet echt. Alleen was het bij mij alleen Mark Armageddon wat ik even niet mocht spelen. Daarna inderdaad zag ze mijn andere gewelddadige games spelen. En toen had ze iets van ja, whatever the fuck ook. Zolang jij niet mensen, weet je, zolang jij niet raar gaat lopen doen, dan is het allemaal wel oké. Ik ga trouwens ook even kijken hoe Blederen er ook weer uitzet. Ja. Zat. Kijk eens. Zag, zat. Ik ben wel blij dat computers tegenwoordig makkelijker te verbeteren zijn. Hele PC-update, game installate, introduceert een startcampagne, error message. Oh man, zo vaak. Dat was voor mij echt een Windows dingetje, was dat. Daarom heb ik Windows altijd zoveel mogelijk gemijd en ging ik voor de DOS-versie. Ja. Ook al was die soms lagere resolutie en zo. Want die ellende, dat waren voor mij vooral Windows-problemen. Ah jongens, we hebben nog geleefd in de command prompt. Typehack. We hackers, man. Precies. Ik kan het nog niet eens bij dat ik als klein kind ook... Wat was het nou? CD? CD, spatie. Change Directory bedoel ik. Change Directory, inderdaad. Change Directory. Ja, man. De naam van de map waarin je game staat. Ja. En dan de maar dat moet je gewoon als... zes of zo? Om te klikken. Of je klikte dus niet dit mapje aan. Nee, je moet change directory en dan het naam van het mapje doen inderdaad. Zodat je daar naartoe ging. Ja, het was episch was die shit. Heerlijk, deze prachtig. Ik heb zin in een text adventure nu. Oeh, ja. Er is eentje die ik inderdaad... Kijk hoe sick dit eruit ziet, man. Ja. Ook vibe. Daarom. Dus het maakt niet uit of het super modern graphics zijn. Als het maar vibe heeft, dan is dit is toch super cool. Nee, maar dit is het perfecte voorbeeld. Dat je helemaal niet mokerharde hardware nodig hebt om een hele sfeervolle, mooie game te maken. Daarom jij met je 3080 en je 4080 straks. Ik ben echt een sukkel eigenlijk. Ja, je hebt het niet nodig. Maar letterlijk, je hebt het fucking niet nodig. Nee, dit is amazing. Maar ik bedoel, dit waren ook gewoon slimme trucjes, weet je wel. Resident Evil werkte ook gewoon op een bepaalde manier. Ja. Pre-rendered backgrounds natuurlijk. Klopt, Er waren allemaal zoveel toffe technieken voor gebruik. Verschillende fabrikanten deden dat op verschillende manieren. Ik vond dat zo tof altijd om te zien. Ja. Als je dan, zeker als je dan weet hoe ze dan echt meer dan het maximale uit hardware kunnen persen. Nou, ik heb daar nog steeds een zwak voor. Als ik dan zo'n game zie, zo'n oude game, en ik weet van, oh ja, dit speelde je op een 386 met een videokaart die 1 MB geheugen had en dan dit eruit persen. Nou, dan was ik onder de indruk en ben ik gewoon nog steeds. Maar gewoon sowieso ook, weet je wel, van vroeger Bill Gates of zo, volgens mij zei hij dat 84 kb ooit genoeg zou zijn voor het hele 640, gezin. 640, ja. 640, ja. Dat bedoel ik voor echt... Echt insane. En dingen kon je gewoon niet bedenken. Dat gewoon alle shit die we vandaag de dag kunnen. Virtual reality en dergelijke. Dat was altijd de droom. En nu is het hier. En dan valt het toch een beetje tegen eigenlijk. Ja. Nou, het grappige is dat dit dus al de tweede keer is. Want in de 90's wilde Sega het natuurlijk ook al keihard proberen met VR voor de Mega Drive. Als zoveelste add-on. Hey, laten we Nintendo niet vergeten. En daarna kwam inderdaad Nintendo daarna... met een Virtual Boy. Virtual Boy. Ja, daarna kwam Nintendo. Ook echt dat het ervoor was, joh. Nee, was daarna. De Virtual Boy was kwam uit in het 32-bit tijdperk. Dus PlayStation 1, Sega Saturn. En toen kwam Nintendo eerst met een Virtual Boy en die flopte keihard. En toen kwamen ze met een Nintendo 64. Ja, precies. Maar er zat heel weinig tijd tussen, hoor. Dus volgens mij was het gewoon de bedoeling dat de Virtual Boy de Game Boy van het 32-bit tijdperk zou zijn. En, ik vind het ook zo stom eruit zien. Zo'n stand waarbij je gewoon zo moet gaan zitten gamen. Het is helemaal niet lekker. Die Virtual Boy. Ja. Power ja, klopt. Ja, het was, want je kon hem niet echt opdoen zoals een echte bril. Dus je moest echt...
Ja, Mega Drive had wel hele sick add-ons. Op een gegeven moment had je echt een Frankenstein-console. Op een gegeven moment, als je alle upgrades had. Ja, maar ook vet. Wat een ding was dat, zeg. Echt, ik weet dat ik vaak mensen hoor haten op de Mega CD. En helemaal op de 32X. Maar als ik één ding heb geleerd, dan is het... Het gaat om de games, jongens. Als die games vet zijn voor die add-ons... Dan heb je gewoon plezier. En de Mega CD heeft wel echt een aantal hele toffe games. Ik wou net zeggen, laten we het niet vergeten. Plumbers Don't Wear Ties. Dat was niet voor de Mega CD. Was die niet voor de Mega CD? Nee. Die was voor de 3DO. Oh, jammer. Ja. Jammer, die had echt naar de Mega CD moeten komen. Ja, precies. Ja, en hij is later nog wel gepoord naar de PC, kwam ik jaren later echt achter. Waar? Dus als je wil, kan je hem nog steeds installeren onder Windows en Plumbers Don't Wear Ties spelen. Jongens, dat wil je. Trust Opa, me. Dat precies. Is, weet je, gewoon Shakespeare-achtig met de vleugje Steven Spielberg en een beetje yeah. Schindler's List of zo. Dat bij elkaar. Dan heb je Plumbers Don't Wear Ties. Precies, ja. Nee, dat is man. Die Sega Mega CD. Snatcher, jongens. Ik ga hem streamen ooit. Hoe? Snatcher. Maar, een hele vette... We hebben hier YouTube. Ja. Fuck die nieuwtjes van deze week. Eigenlijk zouden we dit in het retro item straks moeten doen. Want we gaan straks retro games streamen. Ja, dan gaan we spelen. En nu gaan we het gewoon over... Dit is bijna gewoon een retro item geworden. Fuck die andere nieuwtjes inderdaad. Ja. Einde van de week retro. Retro de week vrijdag. Deze shit is dat. Dat ziet er goed uit. Oh my god. Is dat niet van Hideo Kojima? Ja. Jezus, wat vet. In 1992 heeft Hideo Kojima heeft Snatchers gemaakt. Met een hele sick design, character design zag ik net al. Ja. Ik vind het trouwens nog steeds de allervetste console. Dit moeten we ook, een keer op een shirt zetten. Gewoon die old school start screen pixel shit op de achtergrond. Een geluidje ook. Jezus, ik heb alleen maar inspiratie door deze shit van... Mooi hè, gezellig. Ja, King Tier komt nog shit. Op de website staan. Ja, maak je geen zorgen, komt er altijd op. En ook als podcast. Dus ik spoel hem iets door. Snatcher was een film. Nee, dat is Invasion of the Body Snatchers. Is dat anders? Yes. Nee, dit is een beetje... En dit is zeker CD, want we horen gewoon... Giga-esque. Ja. Giga. Ik zie twee ballen. Wat was het ook? Wat het fucking was? Oh ja, Geiger. Oh, die heeft trouwens ook een hele toffe point-and-click adventure gemaakt. Beetje horrorachtig. Deze lijpe fucking shit, man. Wow. Ik weet niet of het in beeld is, maar breng het alsjeblieft in beeld. Dit zou wel in beeld moeten zijn, want... Als het daarop is, is het in beeld? Nee, zeker niet. Oh. Als het volgens mij daarop is, als we onszelf daar zien, dan is het hier in beeld. Regie, is dit ingeschakeld? Ik heb ook liefde voor retro movies. Oh, is in beeld, toppie. Oh, ja. Okay. Nice. Nee, dit was inderdaad een hele vette skull. Ook die skull wil ik wel prima op een shirt hebben. Nou, we moeten een pixel art shirtje inderdaad gaan maken. Ja. Dat wordt heel vet. Jongens, Snatcher, heerlijk. Prachtig, man. Maar wat voor een game is het? Het is een adventure game. Dus, met een epische fucking soundtrack. Ja. Ja, die Mega CD ging ze helemaal los met filmpjes en muziek en zo. Iedereen praat met CD-based, de eerste CD-based. Ook Cyberpunk adults, wereld. Ja, ook ja. Ja. Er is een cast. Er is een fucking... Hoe heet het? Ding? Hoe heet het? Zo'n fucking... Een saxofoon. Ja. Yeah, baby. It's Bill Clinton. Metal Gear. Yeah. Er heet iemand Metal Gear. Oh, jij kan trouwens wel heel goed bijna de stem van... hoe heet het? David Hayter doen. Je zegt Metal Gear. Metal Gear. Ik weet niet meer. Hoe gaat hij dan? Metal Gear. Oh, een kraakie. Metal Gear. Ik kon het vroeger niet meer. Metal Gear. Ik weet het niet. Ja, je komt erbij in de buurt. Ja? Je komt erbij in de buurt. Ja, hoe heet hij ook alweer? Die rumbling, David Hayter. Kan. Ja, precies. Dan moet ik even wat meer melk drinken. Dan zit er een gorgel inderdaad in mijn nek. Kept you waiting, huh? Nee, ik kan dat niet. Kept you waiting, huh? Ja, ik weet het niet. Jij klonk bijna als Inspector Gadget, de baas. I'll get you next time, Gadget. Maar iedereen kan dat, toch? Dat dacht ik ook. Ja. Nee, volgens mij kan elke man dit. Next time. Toen ik die game ging streamen, hè, die point-and-click adventure van Inspector Gadget, toen probeerde ik al die stemmetjes na te doen. Vet. En dat ging me redelijk dit af. Dit vind ik zo'n coole karakter ook trouwens. Ja, ik weet niet wie dit is, maar... Uit. Dat is de hoofdrolspeler. Ja. Kijk nou die auto ook. Dit is gewoon zo fucking Turtles-achtig. Turtles, dit is Cyberpunk, dit is Blade Runner. Inderdaad, Jesus, wat vet zeg. Ik wil deze game ook spelen. Ja, Sega Mega CD, baby. Auto uit Syndicate. Ja. Oh, cops!
Daar lijkt het op. Oh, ja, inderdaad. Daar hebben ze van dat soort sikke auto's ook. Ja, klopt. Dat moeten we op een fucking shirt doen. We moeten een tekenfilm shirt maken. Juist. Wat welke dan? Nou ja, Cops. Wat is jouw favoriete tekenfilm trouwens? Zo, daar komt hij weer hoor. Weer zo'n moeilijke vraag. Ja, dat wordt simpel eigenlijk. Dat is Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, nou, die vond ik niet. Ja, nee, even kijken hoor. Wat vond ik allemaal leuk? Ik heb genoten van Inspector Gadget, inderdaad. Tuurlijk. De Turtles, He-Man. And the Masters of the Universe. Precies, Macron One. Wat? Macron ken One. Dat kent helemaal niemand. Dat kent helemaal niemand. Dat Macaroni 1. Ja, Macro One. Macaroni Jan. Macro One. Macron, Klaps. Met een N erachter. Ja. En dan moet je even. Ja, pak meteen die. Macron One. Ja, Mirage. Macron One. Oh, ja. Gewoon een 1 eigenlijk. Gewoon een nummer 1. Ik heb hem. En dan pak die intro maar inderdaad. Deze? Pak die maar. Nou, we gaan meemaken. Spriteje ook hoor. Dit ken ik echt niet. Dit was Super Channel. In a far distant. Die is gewoon Superman meets Colossus. En Picard zie ik daar ook. Die dingen lijken op Bionic 6, die met die brilletjes. Ja. Ook vet. En hoor die intro muziek. Oef. Oh, er zitten robots in, dus het is oké. Okay. High five. Er zitten Max in. Het is Japans dus. Het is zo Japans. Maar het is heel... Had je dat nog niet doen? Nou ja, nu zeker. Maar daarvoor had het nog wel meer kunnen zijn. Maar Max zijn Japans, punt. Ja, fucking sick design. En het klinkt zo lekker edisch, hè? Gewoon die muziek, die gitaren. En zo meteen die single. Intro van 2 minuten ook. Ja, feel the power. Ik heb het nog nooit van gehoord. Dit is de voorloper van Samurai Pizza Cat, joh. Oh, ik las van de week, volgens mij was het in de comments, iemand die echt heel boos was op Samurai Pizza Cat. Wat dan? Omdat het de Turtles had vervangen. Op tv. Oh. En dat hij het een cheap knock-off vond. Nou, ik vond het niet. Ik vond niet het knock-off. Ik vond het best wel vet gedaan. En ze mokken de fucking Turtles ook nog. Ja, dat wou ik dus net zeggen. Ja. Het is gewoon een sneer naar de Turtles doen ze hier en daar nog. Ja. Ik weet niet meer wat die zeggen over die schildpad. Want er is zo'n hele langzame schildpad komt dan voorbij lopen inderdaad. Precies. In de fucking intro. Klopt. Ja. Ja. Maar dat, deze serie is dus eigenlijk gewoon een Abomination en Frankenstein serie. Want het zijn eigenlijk twee... anime-series die ze die een Amerikaans bedrijf heeft samengevoegd tot 1. Dus dit was eigenlijk de verkorte intro. De versie zoals die op tv was nog veel langer, want ze proberen dat zeg maar soort van goed te praten. Pizza Cat. Oh, that's amazing. Yes. Who want when you want some pepperoni? Ja. Lip. Right on. Baloney. Maar wat zegt hij over de turtle? He's the leader of that pack. That's right. Het is gewoon een lunch. Het maar te zien er bijna als Gundam. Who's never afraid? Ik zit allemaal heel aandachtig te luisteren. Wat voor dirt shit hij gaat praten over de Turtles. Ja. Hier zo komt het. Than every turtle ever had. Yeah, they got more what? Fur. Yeah. Fair. Ja, dat is wel waar. Valt mee. Ja. Eigenlijk was het niet zo'n groot stootje. Ja, misschien is fur dan ook wel een double meaning of zo. Maar. Dat zal wel, ja. Maar ook deze serie is trouwens helemaal verbouwd voor ons westelingen. Oh, is dat zo? Ja, het is het verhaal zoals het hier verteld wordt, heeft helemaal... 1. Pizza cats are on the run. Juist. Oh, octaafje omhoog. Ja. Kan gewoon. Precies. Maar vertel, wat hebben ze hier? Nou, het schijnt de manier waarop het verhaal verteld wordt, schijnt nogal een politiek ding te zijn en zo. En dat hebben ze hier in deze versie helemaal eruit gesloten en het soort van heel kinderlijk gemaakt. Maar eigenlijk was het... Is het alleen door de dub of ook een re-edit? Was het een soort van Alfredje Dokes kwak? Ja, niet zo erg misschien, maar... Ja, die is echt heavy political. Die is heavy, ja precies. Maar dat, ze hebben hier niet zo heel veel gere-edit, maar ze hebben het gewoon, zeg maar, de dub hebben ze gewoon zo, komt zo niet overheen. Ja, kijk, Stick Up Kid inderdaad, die zegt de Thunderbirds. Dat is wel een van mijn favorieten. Thundercats was een van mijn favorieten en X-Men. Ik denk dat dat mijn top 3 is. Ik heb nooit wat gevonden van Thunderbirds. Die X-Men 90's. X-Men 90's, ja, die bedoel ik. Ja, 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 die heb ik heb die DVD nog een keer van jou geleend. Heb ik die ooit een keer teruggegeven? Nee. Dat betekent
denk ik me ook nu. Een soort van, hey Crab, ik weet niet meer waar die ligt, maar ik moet hem dan nog hebben ook. Die heb je nog inderdaad. Ik ga nooit meer mijn Turtle Comics terugkrijgen. Jazeker wel. De week na volgende week, zoals ik al in Nerd Culture heb uitgelegd. Ja. I don't believe it. Ik wil het eerst zien. Ja, nee, fijn. Zag ik net iemand Roger Ramjet zeggen? Dat is zelfs van voor mijn tijd. Maar dit hebben we al vaker gedaan ook, hè? 90s cartoons intro's gekeken. Dus daar moeten we niet te lang mee doorgaan, denk ik. Ja, we hebben er eentje gekeken. Nu. Ja. Maar we hebben dit item doen we elk jaar een keer. Dus kijk gewoon naar de vorige. Dan komen ze allemaal weer langs. Captain Planet. Van plan om... Ik zit het in de chat. Hebben ze een soort van... kunnen we dit zien? Kunnen we dat zien? Maar wat ik zeg, dat kan. Altijd. Dus. YouTube.com. Ja. En daar staat er daarbovenin. Er staan collecties van. Ja. Er staat een zoekbalk en daar kan je echt van alles kijken. Ik heb ook te vaak dat ik in de stream zit en dan op een gegeven moment dan gaat de controle aan de kant en dan ben ik, oh ja, die intro. En dan de volgende dag komen er dan weer andere kijkers. Over drie jaar ben je pas klaar inderdaad, ja. Ja, maar iedereen vindt het altijd super, super vet. Ja, en die zeggen, oh, kun je dan nog even wat leuke intro's? Ja, sorry, maar dat heb ik gisteren al gedaan. Dus nu gaan we weer spelen. Ja. Ja. Maar goed, dat hoeft ook niet alle nieuwtjes te bespreken natuurlijk. Kan jij Koos overtuigen hoe vet de game Flashback is, waar binnenkort na 30 jaar een deel 2 van komt? Flashback is vet. Ja. Flashback. Wat is Flashback dan? Had jij laatst als tip een keer, volgens mij, of niet? Laatst is een groot woord, maar... was het uit de chat inderdaad dat er nu een deel 2 inderdaad kwam? Ik denk er komt een vervolg, ja. Is dit op de Prince of Persia engine of zo? Nee, dat niet, maar de gameplay stijl is wel ongeveer hetzelfde. Ja, dat is precies... Maar dan schietend. Het lijkt ook een beetje op Last Action Hero. Ja. Wauw. Ja, met de vloeiende animaties die heel erg overeenkomen met Another World. Daarom dachten heel veel mensen en ik vroeger ook dat dit Another World 2 was. Maar dat is het niet. Vet. Dus, ik hou van die animatiestijl hoor. Ja. Dat ook dit kan ik prima nog spelen. Yo, dit is toch fucking vibey? Ja. Het is heel erg. Ook dit kan je nog gewoon spelen. Indie games komen uit. Die maar precies dat. Nou, er staan wel genoeg indie games uit die lelijker zijn dan, of kutter zijn dan dit. Ja. Nee, dit is heel erg. Dit is gewoon Prince of Persia met tot en met de animaties aan toe. Ja. Klopt. Which is still fucking amazing, maar. Ja. Zeker. Nee, ik haatte alleen het springen bij Prince of Persia, man. Dat voelde heel onnatuurlijk. Ik vond de animatie heel vet, maar de. Klopt. Het was sluggish, was langzaam. Ja, vond ik heel sluggish. Die miste je zo vaak, die jumps. Ja. Ja. Nou, Luc, thanks. Ja, maar dit is één, hè? Twee komt eruit. Dit is één. Ja, ik kan me niet voorstellen. Is er al een trailer van Flashback 2 dan? Volgens mij wel. Oh, dan wil ik die wel even kijken. Daar ben ik wel benieuwd naar. Flashback 2, teaser. Thanks, Microids. Of zoiets, ja. Pikapokapikapikap. 30 years later. Kijk, daar is hij hoor. De trailerstem. Ja. Ze hebben het lelijk gemaakt. Nee. Ja. Ze hebben het lelijk gemaakt. Nou, ze hebben vooral de trailer heel lelijk gemaakt. Als je gewoon platte gameplay laat zien, alsjeblieft. Ja, dan zul je zien dat het lelijk is. Wel aardig muziekje. Kun je doorspelen naar normale gameplay? Want dit is deze 3D bullshit. Dat hoeft natuurlijk helemaal niemand teaser, te zien. Is er wel een normale trailer dan? Very shit. Ik weet ik eigenlijk niet. Very crappy. Dat is ook teaser. Die misschien. Nee, het is hetzelfde. Het is hetzelfde. Nee. Is coming. Nee, oké, crap. Crap! Jammer. Cancelled. Desert Storm. Vet. Is dat zo'n top-down helikopter game? Ja, dat heb ik ook kapot gespeeld, dat soort games vroeger. Die heb ik gereld voor Mario Kart. Ja. Zal ik je dat vertellen? Ik was toen hadden we Desert Storm. Die had mijn vader gekocht, omdat hij het fucking awesome vond, natuurlijk. Mm-hmm. Het was ook wel awesome, maar als kind was het net te moeilijk. Ik was denk ik 8 of zo, 8, 9. Was het net te moeilijk? Desert Strike, ja. Jungle Strike, Soviet Strike, precies. Ja, precies. Cannon Fodder. Inderdaad. En het grappige is, ik heb Desert Strike amper gespeeld. Ik heb Jungle Strike amper gespeeld. Maar Urban Strike, die ken ik niet. Ja, die is minder bekend, maar die vond ik wel de vetste hoor. Ik zie een hele vette tip van Krokodillentranen, maar ik ga je nu teleurstellen. Hij staat niet op Disney+. Oh. Misschien later, dit weekend. Ik hoop het inderdaad, ja. Jungle Hunt op de Atari, ja, was ook vet. Ja, ook op de ColecoVision. Prachtig. Soviet Strike. Oh, je was op de PlayStation 1, ja. Herbie kennen we, ja. De levende auto. Ik heb ook dit heel veel gespeeld. Jill of the Jungle, ja, vet hoor. Jongen. Ook hier gaan gespeeld. We. Run.exe, Jill.exe. Ja. Ook deze graphics van DOS vind ik zo vet. De menu's altijd en shit. ASCII, baby. ASCII artjes. Ja. En dat is mooi, want die Jill, dat zeg maar dat portretje wat je linksonder ziet, die zie je alleen als je VGA hebt.
En anders dan? Anders zie je niks. Het is gewoon een zwart vlak. Huh? Jammer joh, we gaan niet eens moeite doen om het te renderen voor jou in CGA of EGA. Gewoon niks. Sick. Ik had hier domme geluidjes, ik kan me nog echt goed herinneren, man. Ja. De geluiden zijn zo fucking dom. Maar klopt, ik vond het echt een fucking vette game, vond ik het vroeger. Ik weet niet of het vet was hoor, maar... Ja, ik ook. Ik vond hele toffe platformen. Ik heb ze alle drie uitgespeeld. Ik wist ook niet, waren dit nou vlinders? Wat de fuck was lage frame rate, man. Vuurvlinders of zo. Veel te lage frame rate. Hoor dat, als je een appel pakt. Ja. Wie verzint dat? Oh, ja, dat was moeilijk. Dit soort games inderdaad, het ziet er tergend uit dit man. Maar dit was in de tijd dat soundblasters samples af konden spelen. Dus daar gingen ze helemaal los daarmee. Ja. Maar dat is net als je bijvoorbeeld nu zo'n oude tekenfilm kijkt in de tijd dat geluid überhaupt werd uitgezonden op de tv. Dat heb ik ook een keertje gedaan en dat is echt zo grappig van deze tekenfilm heeft geluid. En dan gaan ze echt heel overdreven. Dat is een geit. Dan hoor je echt... Maar dan vroeger de tekenfilm zonder geluid? Ja. Ja, zeker. Want er is vroeger shit op tv uitgezonden... Dat er stomme films zijn. En ja, oké, maar dat is heel fucking oud. Ja, en ook dus tekenfilms uit die tijd. Oh, oké, uit die tijd. Maar dat was nog niet, tv-era. Dat was later uitgezonden op tv. Voor de bioscoopfilms werd dat gedaan. Precies. Ja, maar dat bedoel ik. Dus dat is niet in de jaren 70 toen kabel-tv een ding werd. Precies. Ja. Toen had je dat al wel inderdaad. Maar ik kan me herinneren alsof ik daarbij was. Zo oud ben ik nou ook weer niet. Maar inderdaad, dat je in de bios zat en dat er dan gewoon die beelden werden geprojecteerd. En dat er gewoon een mannetje een piano muziek ja, zat precies. te spelen. Ja, precies. Wat? Die shit nog? Ja, oké, maar dat was gewoon al oude dat was echt oud. Ja, precies. Ja. En dat je dan op een gegeven moment had van deze tekenfilm heeft geluid. En dan bizar. Gingen ze net zoals nu bij Epic, bij Jill gewoon van... Maar alles maar een geluidje. Ik weet ook van... sowieso was dat altijd raar. Want al die Looney Tunes cartoons werden ook gewoon uitgezonden op RTL 4 en dat soort dingen en zo. Ja. Dus, ik weet nog als kind dat staat Now in Color. Ja, dus, precies. Wat doe je nou in Technicolor. Color? Elke fucking tekenfilm is in color. Precies. Ja. Sinds dat ik mijn ogen fucking kan openen, is alles al in kleur, man. Ja, ik weet dat ik daar zo verbaasd over was, dat ik echt zoiets van, wat zit hier nou stoer te doen dat jullie shit in color is? Ja. Ja, het is gewoon typisch oud. Ja, deze heb ik ook gespeeld inderdaad vroeger. Ik heb deze gekregen onlangs van een... ik heb deze vroeger heel veel gespeeld. Ik niet. Ik weet niet meer hoe... Hoor de muziek. Ja, komt ook een remake van trouwens. Of tenminste een re-release. Apogee is terug, zeg maar. Echt waar? Ja, dus ze gaan al oude games brengen ze opnieuw uit. En nu met meer kleur. Want dit was natuurlijk allemaal EGA, dus 16 kleuren max. Ja, maar ik vond het echt super vet trouwens. Het wordt er niet mooier van als je miljoenen kleuren kan gebruiken natuurlijk. Nee, nou bij dit soort games dan niet, omdat het toevallig aliens zijn. Maar als je bijvoorbeeld Crystal Caves pakt, dan hebben die mensen allemaal een ongezond, onrealistisch bruin-rode huidskleur of een grijze huidskleur. En nu hebben ze dan zeg maar... En dit was voor mij de allervetste soundtrack alle tijden. Team 17. Oeh, zo'n high-res logo was dat. Dag mooie wereld. Ah, Super Frog. Ja. Ik hoop dat ik hem... Jezus, wat een tergende shit van tevoren, zeg. Ja, je moet nog wel even skippen, hoor. Dit lelijke ja? game. Ja. Lelijke graphics. Gaan we het gewoon zo... Ja. Dus de Amiga-versie is dit. Nee, dit is hem ook niet. Huh? Er hoort veel sneller te gaan. Dat is een andere versie dan waarschijnlijk. Ja, of dit is de 50 hertz versie. Hè? Misschien dat je de 60 hertz versie... Precies. Super vrouw. Daar heb je hem. Hij komt al net even langs scrollen inderdaad. Ja, nou die gaan we zeker niet Super Frog 60 hertz. Super Frog 60 hertz? 60 hertz. Ja, maar dan gaat het sneller mee, toch? Vrolijker, om heel eerlijk te zijn. Ja, dit was in de mineur, man. Dit was fucking mineur. Dit in de tijd dat nog veel PAL-games gewoon trager draaiden, omdat ze niet de moeite namen om de snelheid aan te passen aan de refresh rate van onze Europese televisies. Ja. Holy shit. Wat grappig. Ja. We hebben zelfs in mini-formaat hebben we dat nu toch ook met nog steeds 24 fps versus... hoe heet het? Even kijken hoor. Furry mug. Er gebeurt gewoon helemaal niks. What the fuck is dit? Ja, waarschijnlijk laden, loading. Skipper. Hier zit geen muziek. Maar redactie, mogen we de muziek doorgelust Maar hij doet ook niks. Tenzij het niet in de...
Ja, hier. Ja, dit is hem. Even kijken hoor, dan scroll ik hem wel even terug naar. Ja, de bonus levels van Sonic waren voor ons Europeanen ook gewoon moeilijker door de slechte framerate. Commander Keen? Nee, die zijn we niet vergeten hoor. Ja, dit, dat zou ik ook nog aan te denken. Dat is awesome dit. Dit? Ja. Is dit je favoriete game soundtrack ooit? Ik word er toch vrolijk van. Oh ja, dat zeker. Maar vooral om de boom boom, boom boom. Ja. Ik vond het een amazing geluid. Mijn oma had toen een Amiga thuis staan. Dat klonk geweldig. Ja, de Amiga was de tijd ver vooruit wat beeld en geluid betreft. Het heeft even geduurd voordat de PC dat kon inhalen. Dit was ook geweldig. Maar ik mis deze menu's. De menu's met die echte hele vloekende kleuren altijd. Ja. Ja, precies. Toen was dat heel, hoe noem je dat? Prachtig. Die modus die... Oh ja, dat is natuurlijk voor id Software gewoon. Ja. John Carmack, John Romero, Jason Blushnuak. Ja, ze zitten er allemaal in hoor. Ongelooflijk. En dit is, mensen zeiden het al in de comments van de week. Maar Commander Keen is inderdaad familie van BJ Blazkowicz. Ja, zijn oom of zo. Toch? Dat klopt. Zijn opa, ik wat weet, was het? Ja, dat weet ik niet. Ja, zijn achterkleinkind geloof ik of zo. Waarom is dit was waarom zo dope. Wit? Dit kan ik me nog herinneren, man. Waarom loopt hij scheef? Kijk, hier loopt hij tenminste niet scheef. Ja, die andere was zeg maar de overhead map. Ja, het voelde echt als een open wereld, dat weet ik nog wel. Met verschillende werelden. Ik kwam hier een vlag uit volgens mij. Ja, maar gehaald. Heel irritant. Dit was geweldig, jongens. Dit was echt niet normaal. Dit is een lijpe fucking adventure, ja, dat zeker. Hoeveel games zijn hier wel niet van verschenen? Zeven. Ik heb nooit begrepen dat ze dit niet succesvol hebben kunnen rebooten. Zeg maar, alles wordt gereboot. Ja. Ja. Dit had een fucking iconic character kunnen zijn. Ja, ik weet niet waarom ze het zo hebben verpest. Nee, daar snap ik echt geen ene fucking moe van. Met die Flintstone huizen, ik weet het nog. Joh. Ja. En die flesjes cola of whatever the fuck het ook was. En die wormpjes. Ja. Mountain Dew, toen al. Ja. Piraten of... Pogo sticks. Ja. Alles. Ik ben echt gehypnotiseerd als ik hier naar kijk. En dit is deel 4. Dus deze heeft al de verbeterde graphics. Deel 4 is als een remake bedoel je? Nee, dit was gewoon een lopende serie. Huh? Dus tenminste... Eigenlijk zijn het twee trilogies. Nee, dus je hebt Commander Keen 1, 2 en 3. Die zien er anders uit. Simpeler, zeg maar. Die zijn ouder. En dat was een succes. En toen hebben ze, zeg maar, Keen met verbeterde graphics, hebben ze nog 3 nieuwe delen gemaakt. Dat zijn deze. En dan heb je nog deel 7. En dat was een soort van extraatje. Dreams. Ik vond het level design echt heel goed. Ja. Dat was echt heel goed gedaan. Er waren zoveel diverse gebieden ook. En allemaal secret passages. En heel zo. Veel secret passages, ja. Mag ik ene zien dan? Ja. Want nu snap ik er helemaal geen beeld van. Voor mij was dit de eerste die ik heb gespeeld. Ik dacht ook dat... Ja, maar er staat ook 4 inderdaad. Het staat ook gewoon fucking in beeld. Ja. Dat is de eerste, de bovenste, ja. Bovenste. Commander Keen 1. Het ziet er een beetje uit als de eerste Duke Nukem ook. Qua kleuren. Billy Blaze. Billy Blazkowicz. Skipperidi. Ik heb dit wel gespeeld, maar pas na 4. Dat weet ik wel. Zo, nog een kutte audio. Ja, geen geluidskaart, alleen maar PC-speaker. Ja. Dit is de eerste Keen, dames en heren. Ja. Oh. Nee, deze is niet degene inderdaad die ik me herinner. Nee. Maar betere framerate. Je ziet al dat het beter dan Jill of the Jungle loopt. Ja, maar dat was het ding ook, hè. Want deze game, de Keen-serie, is eigenlijk, zeg maar, ontstaan uit het feit dat Mario nooit naar de PC mocht komen. Want id Software die had een soort van manier gevonden waarmee je vloeiende scrolling graphics kon maken op de PC. Ja, dat was heel bijzonder. Dat kan je het niet voorstellen, maar... Ja, want de PC ondersteunde er. Die had daar geen hardware voor. Dus je moest het allemaal in software maar zelf verzinnen en bedenken. En dat was gelukt. En toen wilden ze een Mario game maken. Dus toen hebben ze bij Nintendo aangelopen. Hebben ze een soort van Super Mario Bros. 3... Hebben ze geprobeerd na te maken, stukjes om te laten zien aan Nintendo. Van kijk, wij kunnen dat ook mooie scrolling graphics maken. En wij willen dan Mario uitbrengen op de PC. Mag dat de Nintendo zijn natuurlijk? Nee. Ja. Dus toen hadden ze zoiets van, nou, maar we gaan die techniek niet dood laten gaan. Dus dan hebben ze daar maar gewoon Commander Keen van gemaakt. En nu weer toch, kijk, Duke Nukem 2. Oh, oh, oh. All hail to the king, baby. Ja, hier heeft hij nog een andere stem. Back. Die zegt hij net alleen maar, I'm back. Zo awesome dit, jongen. Ja.
I am back. Zo overduidelijk geript van Arnold Schwarzenegger. Precies. Zeker. Ja. Duke Nukem 2. Prachtig. Je kan niet voorstellen dat dit die game is waar Duke Nukem 3D is op gebaseerd. Ja. Nee, daarom. Utter crap, inderdaad. Dit level. Sommige Vista's die waren heel vet. Of misschien was dat wel één ook. Die was veel cooler, toch? Ik vond, ik heb één heb ik vaak gespeeld dan twee. Ja, precies. Is er één gritty, ja? Ja, deze is dat voor deze is gewoon. Dit ziet er echt heel kut ik uit. Ik heb puur Duke Nukem 2 gedaan voor. Ik heb een chew bubblegum. I'm but back. I'm all out of gum. Shadow of the Beast, ook goede soundtrack, inderdaad, hoor. Zeker guy. Nou, dat is ook niet wat ik in mijn hoofd heb van dat het was. Dit bijvoorbeeld, dit is gewoon, dit is helemaal kapot. Vroeger was dit echt fucking cool, maar nu ik dit terugzie, heb ik zoiets van, wauw, wat een lelijke kutgame. Ik wil nog wel, even, we kunnen niet heel lang meer doorgaan, want we hebben hierna natuurlijk ook nog de livestream. Maar ik wil wel even de allervetste race game aller tijden. Oeh, is het stunt? Is het stunts? Destruction Derby. Ah, kijk ik, ja, precies. Gemaakt in paint, ja, precies. Oh. Nee, dat, dit? Ik weet niet, bij de ene heet het Stunt Car, de andere heet het Stunts 3D. En 4D, zo. Wordt ook nog wel genoemd. 4D, ja? Driving. Ja. Dit kan me ook nog herinneren. Echt, waren dit nou polygoon of zo? Het ziet er heel erg. Het ziet er heel erg Star Foxy uit. Maar wat zo gruwelijk was aan deze game, dames en heren, was dat er echt een track editor in zat waar je echt eng van werd. Oh, klopt, shit, ja. Dit is deze game, ja. Ja, ik heb echt. Weet je hoeveel jaar ik had gehoopt van er moet weer een game uitkomen waar je mag zulke vette zachter, tracks kan maken en zo. Echt, ik heb. En het kwam er niet. En toen was daar opeens Trackmania. Toen had ik zoiets van, oké. Okay. Je mag ietsje zachter, alsjeblieft. De redactie is weg. Nee, beter. Maar hier had je dus inderdaad die track. Wanneer gaan ze rijden, jongens? Bikini. Jesus Christ. Wat een lelijke shit, zeg dit. Nee, dit was belachelijk mooi voor die tijd. Hier, 2D dashboardje. Ja. Maar dit is het ding. Ik weet niet hoe vet. Dat hoor ik nu. Ja, dat is de motor. Is de motor. En ik weet ook niet hoe vet dit circuit is. Mensen met tinnitus worden nu helemaal gek. Want ik had echt belachelijke loopings en jumps. En ik ook. Noem het maar op. En dit kon je zelf maken, hè? Ja, ik had zelfs een bug ontdekt. Dat je op een gegeven moment, als je met een bepaalde snelheid tegen de edge van een level aanging, dat je daarna met je auto kon vliegen en zo. Helemaal. En je kon ook obstakels inderdaad op de weg zetten. Met die muren en van die bruggen, loopings. Ja, maar ook van die tunnels waarbij je ook over de kop kon rijden. Met dat gaas of zo, whatever the fuck het was. Klopt, ja. Ja, ja, dat weet ik nog wel. Ik heb deze game helemaal grijs gespeeld. En dan inderdaad, diskettes vol met zelfgemaakte tracks uitwisselen met klasgenoten op school en zo. Oh, hey man, jouw track van vorige week was trouwens fucking nep. Ja, zeker weten. En dan kwam er een RS. Dat zijn woorden die je niet mag zeggen in de klas. Deze game heeft ervoor. Oh, daar zie je al een van de loopings en hier een jump. Ja. Maar deze game heeft er echt voor gezorgd dat onze buren ook een PC gingen kopen. Ah. Dat was hierdoor. Omdat dit zaten we altijd bij mij thuis te spelen. Ja. Vervolgens, we waren zo verslaafd eraan. Toen hebben zij ook maar dit gehaald. Kijk, hier kan je dus over de kop ook nog eens. En je hebt ook gewoon echte loopings hoor, maar hier kan je dat ook nog. En hier moet je dus om dat muurtje heen. Ja. Oeh, ja, dat physics, ging maar net goed. Physics! Ja, het zat er allemaal in, hoor. Oh, daar is die echte looping. Nee, maar kijk, dit is nog vrij beschaafd. Ik had echt 300 loopings achter elkaar en dat soort shit. Dat snap je natuurlijk wel. Nou, prachtig, ik heb net dingen als, weet ik veel, die Syndicate Wars en Blade Runner, dat ik denk van, nou, dat is echt fucking vet. Dat blijft nog steeds staan. Dit soort shit, smeer dat maar in je haar. Want dit is echt crap. Nee. Dit is echt fucking crap. Dit was kan niet. Ik ben ook helemaal gewoon helemaal vol zit ik nu van fucking retro games. En we moeten nog 2 uur. Nou, kan niet meer, man. Zullen we bij deze dan een einde kan maken? Einde van de week live. Want aan alle mooie dingen in het leven komt er een einde. Oh ja, even snel de nieuwtjes afwerken nog. Ja. Blues Brothers, die ken ik, maar Witcher van de PC. Witcher 4 komt eraan, nieuwe Cyberpunk komt eraan. Een nieuwe Witcher trilogie komt er trouwens aan. Een nieuwe Need for Speed game is wanneer komt Witcher eraan? Ja, weten we allemaal niet. Maar when it's done, natuurlijk. Ja, want we wisten al dat het eraan kwam. En PlayStation gerucht Horizon Zero Dawn heb ik ook al gezegd. God of War Ragnarok wordt 40 uur lang. Dat heb ik al bij GK-journaal gezegd. Overwatch 2 loopt niet lekker. Dat weten heel veel mensen ook. Die kunnen gewoon niet in de fucking game komen überhaupt. Duurt uren voordat je kan spelen. Ja. En Far Cry 6 krijgt een Game of the Year edition die €120 gaat kosten. Dat is 120? Ook wat waard. Smeer ook maar een jaar. Die Game Awards die skip je eventjes over. Maar Jelle Kunst was daarvoor genomineerd. Oh, ja. Voor wat? Voor een van de serious games of wat dan ook heb ik aan meegewerkt. Dus okay. Ik had een Dutch Game Award kunnen winnen. Oh, jammer, ik heb hem niet gewonnen. Oh.
Nou, dat is dan weer jammer. Even kijken. Twitch is bezig met de optie waarbij je $100 kunt betalen om je eigen comment meer te laten opvallen. Nou, top idee. $100? Ten top. Ja, nee, dat is echt geweldig. Okay. Geweldig idee. Jeff Bezos zelf bedacht, denk ik. Dead Space Remake heeft een trailer gekregen. Ja, en de game wordt nog €80. Dit waren de nieuwtjes van deze week. Bedankt voor het kijken naar einde van de week live en ook het luisteren. Samen met Retro Donnie en Jelle natuurlijk ook hier aan tafel. Non-retro Jelle. En dan gaan we snel ombouwen. Dat zal niet al te lang duren, denk ik. En dan zijn we over een paar minuutjes terug met de vrijdagmiddagstream. In het live. In het live height. En als je zat te kijken of te luisteren, thanks en tot de volgende keer. Later. Ciao, ciao.